Mijn beste vrienden, Paramaribo, groet u met de grote Biggie Brassa, straight from the heart en puur natuur. No me grap, luister nou. Het is vandaag zaterdag 26 november 2022 en wij hebben op bezoek Hikmat Mahawat Khan. Deze man praat over iets dat ons allemaal interesseert, maar waar wij zelf helemaal niks van weten. Dus hebben we hem gevraagd om lekker op bezoek te komen en die Tori voor ons uit te rafelen wat het is nodig. Hikmat, wat denk je erover? Ja, nou, dankjewel, Paul. En het ligt, ik vind het extra spannend en belangrijk, ook omdat het in mijn geboortedistrict gaat plaatsvinden. Dus ik heb dit extra gevolgd. Er waren een paar dingen die mij opvielen. Het begint met het verhaal dat er een partij uit Amerika een investering gaat plegen van meer dan 5 miljard US dollar. En het bijzondere is dat het verhaal en het plan niet bekend is bij de grote groep in Suriname. Maar dat is op zich niet zo erg. Zoiets hoeft niet op straat te liggen. Maar het moet wel bekend zijn bij de mensen die ertoe doen. En dat is onder andere het parlement. De DNA. En wat mij opvalt, dat het parlement bijna niks vanaf weet. Nou, nu komt het. Ik begin te zeggen dat het een geweldig idee is om te investeren in het land. Het is prachtig dat er buitenlanders zijn die belangstelling hebben voor het land. Die moeten we koesteren, die moeten we goed behandelen. Die moeten we enthousiasmeren. Maar, nou komt de rest. Dus, en ik wil niet zuurig zijn, dames en heren. Maar we moeten niet naïef zijn. We moeten niet met onze ogen open gaan slapen. Want dan moeten wij niet klagen als er ongelukken vallen. En wat we hier zien, is dat het alles heeft van een potentieel ongeluk. Een ongeluk wat zo meteen gaat plaatsvinden. Wat is het ongeluk? Het ongeluk is dat waarschijnlijk straks Suriname in allerlei verbindenissen komt, waar Suriname misschien niet vanaf kan komen. En B, dat die hele investering niet gepleegd gaat worden. En C, dat het hele project bijna een luchtbel is. Nu, het is dus belangrijk om vooraf te weten of je een potentieel ongeluk gaat oplopen. En hoe ga je dit vooraf weten? Dat heet in een mooi woord een grondig due diligence. En dat heet een grondig onderzoek, vrij vertaald, soms zegt men boekenonderzoek, maar het gaat veel verder dan boekenonderzoek. En ik heb de indruk dat deze regering die due diligence niet gedaan heeft, dan wel niet goed gedaan heeft. En waarom heb ik die indruk? Omdat op een heleboel vragen er geen antwoorden zijn. Eén. En B, een klein onderzoek laat zien dat er hier een partij betrokken is die weinig tot geen ervaring heeft in dit soort dingen. B, waarschijnlijk ook dat geld niet heeft. Niet waarschijnlijk, heel waarschijnlijk dat geld niet heeft. Dus de kans dat dit gaat lukken is heel, heel, heel klein. En welk ongeluk gaan wij oplopen? Dus als er een partij langskomt die jou een verhaal vertelt. Ik ga hier een geweldig project neerzetten. Nou, prima. Doe je best. Maar, nou komt het. Als die partij jou ergens in een avontuur meesleept, dan wordt het vervelend. Ik wil niet in een avontuur eindigen. Dus ik wil vooraf weten, vriend, hoe solide is dit? En daar gaat het om. We moeten de solidness hiervan onderzoeken. En dat doe je met een due diligence. En dus deze regering heeft naar mijn oordeel dat niet goed gedaan, omdat deze regering alles heel erg vertrouwelijk houdt, dan wel gewoon geen openheid geeft. En nogmaals, dames en heren, ik hoor de critici al noemen, ja, maar kunnen dit soort dingen niet op straat gooien. Klopt.
Als je in Mercedes langskomt, moet je vertrouwelijkheid betrachten. Dat heet confidentiality. Ik ken mijn papaheimers die gaan zeggen, ja, dat is confidentiality letter, dat mogen we niet vrijgeven. Dat moeten ze niet aan u geven en ook niet aan mij geven, al die plannen. Maar op zijn minst aan het parlement. En op zijn minst aan een aantal betrokkenen in het land. Oké. Welk probleem signaleer ik hier? Ten eerste, Phoenix Development Company is een partij waarvan niet uit openbare informatie kan blijken dat zij beschikken over een vermogen zodanig dat zij in staat zullen zijn 5 miljard en meer in Suriname te investeren. Het gaat, pardon, Phoenix Development Company is de maatschappij die haven gaat bouwen, waarmee een deal is gemaakt. Oké, dat is een goed punt, Paul. Misschien moeten we hier even een toelichting geven. En dat is dit. Het is onduidelijk hoe de constructie is tussen Phoenix Development Company, Havenbeheer Suriname en alle andere mogelijke partijen die betrokken zijn. Dus de vraag is, wie is degene die dit gaat ontwikkelen? Vooralsnog lijkt het erop dat het PDC is. Alleen, ik hoor dat Havenbeheer ook wat gaat doen. Nou, en hier zit het ook het probleem. Waarom zo mystiek? Waarom zoveel mystiek? Als je aan de voorkant kan uitleggen, het is een joint venture tussen die en die, het is een samenwerking, maar wat houdt die samenwerking dan in? Wat is de verplichting van Suriname, et cetera? Leg dat transparant uit. En waarom moeten ze nu extra transparant zijn? Ze is de president en zijn makkers. Omdat in de afgelopen 2,5 jaar deze regering, inclusief de president, tig van dit soort Fata Morgana's, zeebellen heeft geproduceerd. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. En de president zou moeten zeggen, jongens, sorry, ik heb in het verleden gerommeld. Maar vanaf nu gaan we dat netjes doen. Maar dat doet hij niet. Arrogant als hij is, gaat hij gewoon denken dat hij de enige is die het allemaal weet met zijn mensen. En zijn mensen weten het niet. Dit is wel brutaal, maar ja, zijn mensen weten het niet. En waarom zeg ik dat? Het waren diezelfde mensen die met heel veel tamtam verteld hadden dat zij bij HPSG een geweldige due diligence hadden gedaan. Kijk naar de video van Agai Bersing. Klopt. Waarin die vertelt, ja, er heeft een heel team naar gekeken. Nou, één Deen in Denemarken heeft met één spelde prik, de hele luchtballon uit elkaar doen spatten. Ja. Dus tegen die mensen in Suriname wil ik zeggen, dames en heren, als u een beetje zelfrespect heeft, dat betekent dat een heel team bij financiën en daarbuiten en rondom kabinet, een hele Santa Cram bij elkaar, alle verstand bij elkaar is minder dan van één Deen. Nou, dit is een belediging, maar dat betekent dat jullie wakker moeten worden, want dat betekent of u doet mee aan een verrommeling van het land, of u staat op en zegt, hier doe ik niet aan mee. Eén van die twee. Als u meedoet, dan zeg ik, ja, uw verstand is beperkt, minder dan van één Deen in het buitenland. Of u zegt, sorry, ik doe niet mee. Terug naar PDC, terug naar Port of Nikiri. Het punt is, in finance management zeggen ze, is een bekende uitdrukking, zeker in accountancy. In God we trust, all others supply data. Dus als iemand zegt, ja, geloof me, show me the money, show me the stuff. All others supply data. Ja, yeah. Show me the document, show me the money, show me gegevens. Ja, dus kom niet vertellen, ja, we hebben naar gekeken, nada. Volkomen logisch, want het gaat niet om spoken, het gaat om geld en het gaat om een hele sterke en diepe verhouding met de Surinaamse gemeenschap. Dus je moet op tafel komen met die documenten. Ja. Ja, dus wat je moet doen is, je moet laten, exact, Paul, je moet als regering laten zien dat zij kundig, verantwoordelijk
met het land omgaan. En kundig en verantwoordelijk met het land omgaan betekent verantwoordelijk dat zij niet het land verkopen en aan wie dan ook, maakt niet uit of het buitenlanders is of wie dan ook. En kundig, dat zij niet met ogen open aan het rijden zijn. Kundig betekent dat je gewoon goed moet doorlichten. Nou, die mensen van de mensen in Suriname die rondom HPSG en de Italiaanse deal betrokken waren, die mensen moeten we niet meer vertrouwen op hun kundigheid. En als ze beweren dat ze kundig zijn, dan zeg ik, dan was het jouw integriteit verrommeld. Dus of je was niet integer, dan moet ik je niet hebben. Of je was niet kundig, dan moet ik je niet hebben. Wie moet je dan hebben? Zoek een andere Surinamers, zoek andere buitenlanders. En voor de critici meteen op voorhand, ik hoef niet. Dus ik solliciteer niks en ik hoef niet. Ik vertel eigenlijk wat jullie moeten doen. Maar dat moeten jullie echt doen. Dus professionele due diligence heet dat. En wat doe je bij een due diligence? Je kijkt naar een aantal aspecten. Je kijkt naar de technische haalbaarheid, de feasibility. Is het feasible? Is het technisch haalbaar? Dat is één. Tweede waar je naar kijkt is, je kijkt naar de business propositie. Is dit een business-wise viable deal? Gaat dit geld opleveren? Dus je kijkt naar de markt, de concurrentie, et cetera. Gaat er geld komen en wanneer? Ten derde, je kijkt naar de financiële parameters. Dus je kijkt naar wat moet er dan geïnvesteerd worden. Wanneer moet er wat geïnvesteerd worden. Dat heet met een mooi woord cashflow. Dus wanneer komt het geld binnen. Wanneer gaat het geld uit. Dat is een belangrijk ding. Daar kom ik zo op. Dat is het derde. Je kijkt naar de balansstructuur. Waar komt het geld vandaan. En het vierde waar je naar kijkt. Is het management. De mensen die dit gaan doen. Zijn het betrouwbare mensen. Hebben ze ervaring. Kunnen ze dat? Oké. Ik kan je op al deze vier dingen anekdotes vertellen tot Tokio. Achter mij zie je toevallig wat vliegtuigen misschien staan. Ik weet het niet of je ziet. Dus ik heb heel lang due diligence gedaan in de luchtvaart. Dus ik heb heel veel luchtvaartmaatschappijen doorgelicht. En ik kan je vertellen, je komt in streken waar directeuren geweldige kantoorruimtes hebben, et cetera. En mijn ervaring was, één case kan ik je vertellen. Die man die vertelde mij dat hij een paar vliegtuigen van ons nodig had natuurlijk. Dat hij een geweldig businessplan had. Dus ik zei tegen hem, Joe, je hebt in het verleden nooit winst gemaakt. Tell me waarom je vanaf morgen winst gaat maken. Nou, ik heb hier een geweldig businessplan. Mooi gelikt, helemaal mooie figuren, grafieken. Ik zei, ja Joe, I know, this is computer. Tell me why. Dus waar is die markt? Wat is plotseling veranderd voor jou, Joe, dat je geld gaat verdienen? En dan begint de speldeprik al te komen. Tweede, Joe, het gaat slecht met jouw bedrijf in het verleden, maar ik zie dat je een geweldige, dikke Mercedes rijdt, je hebt een Porsche op je oprit staan, je kantoor dit. Dus wat je ziet is, Joe, gebruik dat geld om privé allerlei bezittingen te kopen. Dus daar zie je de integriteit van het management. En zo kan ik je anekdotes vertellen, dames en heren. Dus het is heel belangrijk. Wie zijn die mensen die achter het verhaal staan? Wat is hun track record? Wat is hun historie en integriteit? Zijn het mensen die in het verleden links en rechts gemalforceerd hebben, gerommeld hebben? Ook al zijn ze niet bestraft, want heel vaak word je niet bestraft, maar je laat een spoor van vernieling achter je. Dat zijn mensen die je op afstand moet houden. En als je ze niet op afstand kan houden, moet je ze controleren, moet je... Again, in God we trust, you supply data. Dus, dat gezegd hebbende, dames en heren, mij staat uit mijn informatie niet bekend dat de regering zo'n uitgebreide due diligence heeft gedaan. Wat ik bizar vind, is dat het parlement er nog steeds om informatie vraagt. En het niet krijgt. En precies, en de president kijkt de andere kant op. De president maakt tijd vrij om helemaal naar Nikeri te vliegen, om daar lintjes te knippen, om allerlei hapjes en drankjes te doen met de samenleving. Maar daar waar hij verantwoording moet afleggen, het parlement, daar heeft hij 0 minuten tijd om dit verhaal te komen vertellen. En dames en heren,
Als hij zo trots is op die grote investering van kijk hier nou gebeuren, ga dan naar het parlement. Vertel ook vol trots wat het is. Laat vol trots wat het is. Laat ze vol trots zien. Maar nog bizarder vond ik, dames en heren, is dat assembleevoorzitter B, die gaat naar Nikeri en die zet daar ook allerlei verhalen te doen. En de show te stelen.